In de video van vandaag ga ik jullie vertellen waar je op moet letten als je een speelhengel voor je kat aanschaft. Hoi, leuk dat je kijkt naar de Gelukkige Huiskat, het kanaal waar je alles leert over het gedrag van je kat. En vandaag ga ik het met jullie hebben over speelhengels. Waar moet je op letten als jij een speelhengel koopt voor je kat? Nou, er zijn verschillende soorten speelhengels. Je hebt hele lange en je hebt hele korte. Je hebt met gewoon draad, je hebt met elastiek. Je hebt allemaal verschillende soorten prooien die eraan kunnen zitten. Er is te kust en te keur. Nou, als eerste moet je natuurlijk gaan kijken van waar houdt jouw kat van. Dat heb ik in een andere video ook al verteld. Maar als je kiest voor een hengel, dan kun je op een aantal dingen letten. Ik heb hier bijvoorbeeld die... Ja, deze speelhengels, die herkent iedereen wel. Het is een kort stokje met een elastieke touwtje vaak. En een prooiachtig ding eraan. En deze is dan hetzelfde, alleen er zit een gewoon touwtje aan met een prooi. Maar deze stokjes die zijn vrij kort. Het risico loop je daarmee dat als je aan het spelen bent met je kat, dat die heel makkelijk in jouw handen hangt. En dat is natuurlijk niet wat je wil. Dus daarom... is het beter om een wat langere hengel te nemen. Dan loop je dat risico niet. Je kan overigens met een langere hengel ook wat meer zwaaien. Dus het rondje wat je kan maken, de bewegingen die je kan maken, die zijn gewoon groter, langer. Dit is een hengel van Tammy Tiger. Die vind ik zelf super fijn om te gebruiken. Maar deze is dan wel wat lastig op te ruimen, omdat je dan met zo'n lange stok zit. Daar zijn verschillende oplossingen voor, want... ik heb ook deze hengel en dat is een telescoophengel, dus die kan je in en uit elkaar doen. Dus voor het opbergen is dat super makkelijk, maar ga je spelen, dan heb je gewoon een mooie lange hengel. Dan is er nog een andere hengel en die is ook lang, alleen die kan je dan in twee delen gewoon. Dan kan je gewoon lostrekken, dan heb je twee delen, kan je het ook makkelijk opbergen. Dus dat over de stok, dan over de draad die eraan zit. Mijn voorkeur gaat uit naar een draad, zeg maar. Het moet natuurlijk wel een stevige draad zijn, want je kat gaat er wel aan hangen en soms ook wat in bijten. Je kunt ook van die stokjes hebben, zoals ik dus net liet zien, die hebben elastiek eraan. En aan de ene kant lijkt dat leuk, maar wat gebeurt er? Hij kan dus wel, je kat trekt eraan en het schiet. En het kan dus tegen jezelf aanschieten, dat is niet prettig. Het kan misschien ook tegen je kat aanschieten, dat is ook niet prettig. Dus dat is een beetje het nadeel van elastiek. Dus mijn voorkeur gaat uit naar toch meer een draad. En dan vervolgens heb je de prooi natuurlijk. En daar zijn, je kunt er van alles aan doen, zeg maar. Of dat is niet helemaal correct. Er zit vaak... zitten vaak verschillende dingen aan. Sommigen hebben veren, anderen hebben, zoals dit, een soort slangachtig dingetje. Je hebt ook natuurlijk prooien met die lijken op een muis. Of echt een, zeg maar, meer als een vogel. Dus niet alleen veren, maar meer als een vogeltje. Dat hangt een beetje van de voorkeur van je kat af wat je eraan doet, maar... Wat belangrijk is, is katten houden ook van afwisseling. En ik moet zeggen, niet altijd alle katten. Sommige katten die willen per se alleen met één soort prooi spelen. Maar heel vaak willen katten wel een beetje afwisseling. En ook tijdens het spel willen ze vaak afwisseling. En dan is het dus handig dat je niet allemaal nieuwe hengels de hele tijd hoeft te kopen. Maar dat je die prooi dus eraf kan halen en kan vervangen. En dat is van deze hengel, van Tabby Tiger, heel mooi. Er zit gewoon een handig mechanisme aan waar je gewoon nieuwe prooi aan kan doen. Die prooi kan je loskopen. Bij deze hengel kan dat ook. Er zit gewoon een clipje aan. En bij deze kan dat ook. Maar dat zit dan met van die kleine bolletjes. Dat kan ook wel. Het is iets lastiger, vind ik, om er iets anders aan te bevestigen. Maar het kan wel. En het voordeel daarvan is dat je, als je merkt dat je kat wat minder geïnteresseerd is terwijl je aan het spelen bent, dan kun je er een nieuwe prooi aan hangen. En dan gaat jouw kat daar vervolgens weer opnieuw mee spelen. Want dan is het helemaal nieuw. En dat is interessanter. In de natuur vangt die kat natuurlijk ook niet keer op keer dezelfde muis.
Dus ja, als hij dat als hij een aantal keren dit gevangen heeft, dan is zijn interesse eigenlijk een beetje ja, verdwenen voor datzelfde object. Het voordeel van die tabby-tijgerhengel is overigens ook nog dat je het bevestigingsmechanisme zeg maar, kunt beschermen met een stukje plastic. En nou moet ik zeggen, dit stukje plastic is bij deze hengel dus al helemaal kapot gebeten door mijn kat. Maar je kunt dat allemaal los bestellen. Dus je kunt een losse draad bestellen, je kunt dat beschermhoesje los bestellen. Dus in feite, ja, die hengel blijft altijd. En is jouw kat een echte sloper, dan ja, kun je gewoon die onderdeeltjes los bestellen en hem dan weer helemaal compleet maken. Dus dat is ook een voordeel. Wat wil ik er nog meer over vertellen? Nou, het is denk ik, ja, het allerbelangrijkste is dat je toch zorgt dat het veilig is voor zowel jezelf als je kat. Dus een lange hengel. Als je het makkelijk op wil bergen, een deelbare prooi moet vervangbaar kunnen zijn. En ja, dan moet je natuurlijk gaan kijken waar jouw kat het meest van houdt. Om te weten welke prooi je eraan zou moeten hebben. Nou, dat is eigenlijk wat ik wil vertellen over hengels. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en natuurlijk dat jullie ermee aan de slag gaan. En in de opmerkingen zie ik dan ook heel graag ja, welke hengels jullie katten helemaal dol op zijn. En misschien zit er wel iets bij wat ik helemaal nog niet ken, dus dat zou natuurlijk zeker kunnen. Ja, en daarmee wil ik dan deze video afsluiten en hoop ik je volgende week weer te zien. Tot dan!